Spam is a pre-cooked meat product with only the best hand-picked ingredients of the area. It's greasy, it's salty, it's tasty. It's Spam. Spam Talkshow. Ik ga vandaag praten over het Storioni Festival met percussionist Dominique Vleeshouwers en over 90 jaar Philips Design met Sergio Derks. En er is muziek van onze eigen Spamband en een gedicht van Nienke Esther Grote. Tot en met 17 april is in het Philips Museum een expositie te zien over 90 jaar Philips Design. En ik ga daarover praten met conservator Sergio Derks. Sergio. APPLAUS 90 jaar design in het Philips Museum. Nou, dit zijn geen Philipsen. Nee, die kiepen meteen. Lekker dicht inpraten. Wat is er allemaal te zien? Nou, er zijn allerlei producten te zien. Maar het gaat eigenlijk om een soort overzicht van 90 jaar Philips design. En in die 90 jaar is er natuurlijk heel veel ontworpen en geproduceerd. En daar hebben we een aantal iconische producten uitgekozen. Ook grafisch werk uit de begintijd. En ja, verder is er ook heel veel te zien van, zeg maar van nu. Zijn er ook een aantal prijswinnaars aanwezig. En een aantal visionaire projecten die in de jaren 90 zijn gemaakt. De jaren 20 zijn goed vertegenwoordigd. De jaren 50. Ja, het hele overzicht. Ja, en ze staan per item bij elkaar. Ik ben er doorheen gelopen gisteren. Waarbij je per item ook soms het verloop in de tijd ziet van de hele allereerste ontwerpen naar nu. Ja, nou, we hebben het eigenlijk in periodes ingedeeld. En met name in periodes, zeg maar, van de designdirecteuren die er waren. Ah. En dat begint dan allemaal in 1925 met Louis Kalf. Ja, waarom is dat zo'n belangrijk iemand geweest voor Philips? Nou, hij was eigenlijk de eerste artistiek leider van Philips. Iemand die zich echt bezighield met esthetiek, dus met vormgeving. Maar hij is op meerdere vlakken heel belangrijk geweest. Hij solliciteerde in 1924 omdat hij zich stoorde aan de manier waarop Philips toen reclame maakte. En dat was namelijk, ja, hij vond dat heel obollig. Het waren namelijk allemaal een soort prenten met klederdrachtfiguren erop. Dus dat was internationaal natuurlijk heel aansprekend om allerlei Nederlandse klederdrachten echt, te zien. Echt oud-Nederlandse klederdracht. Ja, en die hadden dan een lampje vast of die trok aan draad. Oh, er zijn mensen in de zaal die zich dat herinneren. Dat vonden wij eigenlijk, ja, wij vinden dat nu ook heel schattig en leuk, maar Louis Kalf was iemand die, hij was architect, was opgeleid aan wat later ook de Gerrit Rietveld Academie is gaan heten. Dus hij had een grafische opleiding, daarna in Delft de architectuuropleiding. Mm-hmm. En hij zei van ja, bij zo'n modern bedrijf als Philips, daar horen ook moderne uitingen bij. Ja. En nou, Anton Philips, die kreeg zijn brief en die zag wel iets in een jonge man met ambitie en brani. En die nodigde hem uit voor een gesprek in december 1924. En een paar dagen later, net in het nieuwe jaar, net in 1925, mocht hij beginnen. En niet zomaar, maar hij kreeg meteen de leiding over de commerciële en artistieke afdeling. Dus zo, een hele carrière move, geweldig. Ja, hij was pas een jonge vent, Kalf, toen. Hij was 26 jaar, dus om meteen hem daar de leiding aan te geven, dat was op zich wel. En hij heeft grafisch ontwerp gedaan, productontwerp, architectuur en lichtontwerp bij belangrijke monumenten all over the world. Nou ja, goed, hij is ook. Kalf heeft ook aan de basis gestaan van het schildembleem. Wat we nu dus kennen als het Philips logo. Ja, het logo. Laten we daar even naar kijken. Want dat heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Is dit het eerste? Nee, dat is niet het eerste. Kijk, hij is eerst bezig geweest om
om te kijken of die de letters kon standaardiseren. Dus die blokletters van Philips, die we nu ook nog zien, dat is eigenlijk iets van Louis Kalf. Want voor zijn tijd werd de naam Philips op 25 verschillende manieren geschreven. Iedere kunstenaar die bij Philips werd ingeschakeld om reclameaffiches te maken, die bedacht zijn eigen logo. Zijn de letters van vandaag de dag nog dezelfde als daar? Nee, die streepjes die zijn weggevallen. Maar die blokletters zou je wel kunnen zeggen van ja, dat is duidelijk daarop gebaseerd. Maar wat je ook ziet, en dat laat dit plaatje heel goed zien, is dat hij, Louis Kalf, was beïnvloed door de stijl. He, de kunstgroep. Met Mondriaan onder andere. En je ziet dat de primaire kleuren, rood, blauw en geel, komen heel sterk terug in zijn affiches. En het huidige Philips blauw is dus eigenlijk ook daarvan afgeleid, zou je kunnen zeggen. Komt uit de stijl. Dus daar komt dat vandaan. Oer-Nederlands. Ja. En de golven en de ster zien we daar ook al. En hier terug in een andere variant. Nou, het leuke is dat die golven en sterren die je net zag, dat is, Louis Kalf vertelt daar zelf over dat hij niet precies wist hoe een radio werkte. En hij vroeg dat aan technici en die legde toen uit dat de radiogolven door de hemel gaan, door de ether gaan. Aha. En die sterren zijn dus van de hemel en de golven van de radio. En later is daar de betekenis aan gegeven van Philips, dat is licht, hè, de sterren, en geluid, de radio. Oh. Dus de radiogolven. Ja. En toen is dat een keer gebruikt als decoratie voor een luidsprekeropening. Dus daar komt die cirkel vandaan. Het was gewoon een luidsprekeropening. Okay. Dus, want eerst werd dit gebruikt voor verpakkingen en in briefhoofden en zo. Dat zag er heel anders uit. Maar die cirkel met die golven en sterren komt en hier vandaan. In de begintijd dan variëren ze ook nog van positie ten opzichte van elkaar. Hè? Soms staan de sterren door de golven heen, soms niet. Ja. Wanneer is dat gestandardiseerd? Ja, dit is. Oh, als je eentje teruggaat. Wacht even. Ja, hier zie je eigenlijk het eerste schildembleem. Want het ronde logo, daar maakte een Engels chemieconcern bezwaar tegen, ICI. Daar leek het logo ook heel erg op die cirkel met die sterren. En toen hebben ze besloten om er de letters aan toe te voegen. En dat is dus het schildembleem geworden. En je ziet hier ook weer die primaire kleuren terugkomen. Leuk hoe dat allemaal is ontstaan. Een optelsom. En wanneer is die positionering standaard geworden? Dit is 1938. Mm-hmm. Toen is voor het eerst het schildembleem gebruikt. Maar later zie je dat het nog allerlei varianten heeft gekend. En dat er ook allerlei kleuren zijn toegepast. En het werd eigenlijk steeds meer gestandaardiseerd in de loop van de tijd. Ja, daar kan je zien in de expositie, maar ook allerlei voorwerpen. Stofzuigers, koffiezetapparaten. Ik zag ook allerlei dingen terug uit mijn eigen jeugd, bij mijn oma en zo. Ja. En deze vond ik zelf uit de erfenis van mijn tante, die ik nog niet heel goed had bekeken. Die zat nog in tassen. Maar die had ik uit haar huisje meegenomen. Zegt het jou iets? Want Ik heb even gekeken gisteren. Er stonden vooral mannen scheerapparaten. Ja, maar dit is een lady shave. Dit is een lady shave, dus zelfs een beauty set. Beauty set. En het aardige is dat je dus ziet dat de vormgeving ook al heel erg rekening houdt met de wensen van vrouwen. Dus, en je ziet wat zijn dat dan? Het is heel... Daar ben ik echt benieuwd. Nee, nou, het is heel... Ik heb er nog niet mee geëxperimenteerd. Het is een stuk eleganter vormgegeven. Dus het ligt lekker in de hand. En, maar het belangrijkste is een beetje de techniek. Want mannelijke scheerhoofden, die zijn rond. Ja. En de eerste lady shaves, die hadden ook inderdaad een rond hoofd. Maar dat bleven wat langere haartjes bleven dan steken. Dus dat ging helemaal niet goed. Vrouwenhaartjes zijn anders dan mannenhaartjes. En deze heeft een tondeuze model. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste innovatie. En ik zag, ik heb echt nog niet veel gebruikt hoor. Ik ga daar vanaf vandaag mee experimenteren. Dat is uit de jaren 60. Jaren 60, hè? Ja, echt oud, hè? Wil je hem lenen? Nee, hoor. Oh, wat jammer. Maar, ik heb hem al. Oh, je hebt hem al. Er zat ook iets bij dat je jezelf kon masseren op de kaak. Hebben vrouwen daar behoefte aan? Dat wist ik niet. Een soort borsteltje wat dan draait. Dat is puur dit, voor de verwennerij. Ja. Oké, maar dat was misschien in die tijd zo. Dat wist Philips. Ik denk het. Ja, ja, ja. Ik heb hier nog iets bijzonders gevonden. Oké. Okay, wat is dit? Dat is een spaarlamp. Dat is wel heel bijzonder. Ja, maar die is van voor de tijd van Kalf nog. He, dus, maar hoe wel oud? Heel bijzonder. Nou, ik schat hem rond 1920, schat ik hem zo ongeveer. Ja. Dus ja, precieze datum zo. En toen stonden er al spaarlampen? Ja, dit is wel leuk. Dit is de Biarlita. Ja. Dit is een lamp met een dubbele spiraal, zodat die meer licht gaf. En je ziet hier ook, dit is wel leuk om te laten zien. Dit is het tegenovergestelde van de spaarlamp.
Ja, jij was toch redelijk zuinig. Maar ja, goed, zoals een normale gloeilamp nu. Okay. Maar hier zie je nog het logo wat in de jaren 30 werd gebruikt. Dus het cirkelembleem. Ja, ja, ja. Grappig. En dit is een Indonesische variant, staat in het Indonesisch beschreven. Nou, die heeft heel wat overleefd al. Ja. Die spaarlamp, die bestond toen dus al 100 jaar geleden. Ja, maar ik weet niet in hoeverre die heel erg bespaarde. Maar je ziet ook dat het wel een behoorlijk procedé is om die te maken. Dus, ja, ja, ja. Dit moet een duur ding geweest zijn. Maar goed, zijn. Die komt dus niet voor in de design tentoonstelling. Nee. Wat vind jij nou superleuk wat daar staat, wat er nu te zien is? Nou, ik vind heel veel dingen eigenlijk wel heel erg mooi. Bijvoorbeeld die eerste radio's van die Kalf ontworpen heeft. En ook een pannenkoekachtige luidspreker van Philiet. Ja, zeg maar een soort bakkeliet. En ja, dat is heel mooi om te vakwerk, zien. Enorme vakwerk, hè? Heel erg mooi, ja. Maar wat ik ook erg mooi vind, dat zijn... even kijken of daar... Oh ja, hier zie je een... Dit vind ik wel heel erg mooi. Hier zie je bijvoorbeeld dat de opvolger van Kalf... Die dacht meer in familiedenken. Die introduceerde dus dat de gedachte dat producten van Philips op elkaar moesten lijken, zodat je ze meteen herkende. Ah, ja. Ook als je het merkje nog niet zag. Ja. En kijk, je ziet hier bijvoorbeeld een hoogtezon, een koffiemolen, een mixer, een haarfeun. En die lijken qua kleuren, of qua duotoon, dus tweekleurigheid, lijken die veel bij elkaar. Oh, dat werd op een gegeven moment trend, hè? Het twee kleuren. Ja, het is jaren 50, 60. Aha. En hier zie je bijvoorbeeld dat de cassette recorder die hier ligt, die lijkt al heel veel qua kleur en qua vormtaal op een broodrooster bijvoorbeeld. Ja. En op een koffiezetter. Dus je zag eigenlijk. En onderscheiden zich daarmee ook met producten van andere merken destijds? Hadden ze een eigen Philips? Nou, dat was wel de bedoeling om daar naartoe te gaan. Mm-hmm. Dus dat is in de tijd van Rijn Veersema geweest. En dat was eigenlijk zijn filosofie. Dat je dus je moest meteen in een oogopslag zien dat het van Philips was. Net zoals je nu alle Apple-producten meteen herkent als zijnde van Apple. Dus hij was daar al in de jaren 60 mee bezig, met die gedachte. Dus. En wordt er vandaag nog zo ontworpen door Philips? Is het herkenbaar als Philips? Nou, het ligt eraan wat voor soort producten je hebt. Maar ik denk wel dat je het kunt herkennen als Philips. Kijk, Philips design is heel erg verbreed. Hè. Het is van productenontwikkeling is het veel breder geworden. Hè. Dus het is nu ook, je hebt nu allerlei disciplines die erbij betrokken zijn. Hè. Sociologie, psychologie, marktonderzoek, trendanalyses. Weet je, het is heel dat had Kalf allemaal niet. Maar het is ook van een enkel product is het gewoon helemaal uitgegroeid naar het ontwerp bijvoorbeeld van een hele ziekenhuisafdeling. Snap je? Dus het is enorm verbreed. Want, en dat is het interessante van nu, dat is in de jaren 90 ontstaan, wat ook een hele rijke periode is. Dus is dat je ook veel meer kijkt naar, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, naar wat patiënten, hoe je met patiënten omgaat. Het comfort, de psychologie van de patiënt. Nou, stel je voor dat jij een MRI-scan moet ondergaan. Hè, dus je zit dan in spanning, want de vraag is van, wat komt eruit? Heb ik iets of niet? Hè? Dus je bent al vrij zenuwachtig. En Philips heeft de MRI-scanners en ook de omgeving van die MRI-scan zo gedaan dat de patiënt wat meer op zijn gemak wordt gesteld. Dus patiënten mogen dan zelf de kleuren kiezen waarin die ruimte, de kleur van die ruimte, maar ook bijvoorbeeld afbeeldingen die rustgevend zijn. Ja. En daardoor de patiënt meer op zijn gemak stelt en daardoor ook betere scanresultaten geeft. Ja, he, dus dat denken, dus om de mens als geheel te zien en ook de omgeving waarin het onderzoek plaatsvindt, heeft allemaal nu te maken met Philips Design. Naast natuurlijk de technische ontwikkelingen die een rol spelen. Ja, nog even terug naar de foto achter ons. Daar zie je een doelgroep, jongeren met een radio. Dus in de tijd van Robert Blake, toen kwam het doelgroepdenken op. Dus en ze hebben toen echt ook meer aandacht besteed aan jongeren. Dus Philips ging aandacht besteden aan verschillende doelgroepen, producten ontwerpen voor jongeren. Had natuurlijk ook te maken met concurrentie uit Oosten of uit Azië. Mm-hmm. Hè? Dus veel jongeren kochten bijvoorbeeld een pick-up of een radio van een Japans merk. Maar ik zal geen merken noemen, maar in ieder geval niet Philips. Mm-hmm. En daar moest Philips een antwoord op hebben. En dat gebeurde onder andere door producten te maken die speciaal waren afgestemd op jongeren. Ja, hebben ze daar
daarmee die markt terug weten te veroveren? Nou, het was wel een succes, bepaalde producten. Dus of in hoeverre ze het helemaal hebben terug weten te veroveren, dat weet ik niet. Maar ja. Het is in ieder geval wel het gaf een belangrijke impuls aan vernieuwing. Ja. Dus, en jullie hebben op dit moment zijn er 500 designers wereldwijd bezig met de designkant van de techniek. Nou, het is niet algemeen bekend, maar Philips Design is een van de grootste designbureaus ter wereld. Wow. Kun je bijna niet voorstellen. Maar er werken dus 500 designers. Meeste natuurlijk in Eindhoven op de Hightech Campus. Mm-hmm. Maar ook in Amsterdam zit een grote afdeling. En verder zijn ze verspreid op verschillende vestigingen in de wereld. Mm-hmm. Dus, ja. En komen ze kijken om toch nog meer historisch besef op te doen? Er is veel belangstelling voor. Dus vinden we erg leuk. We hebben 13 en 14 februari. Dan is er een Meet the Designers weekend. Dus dan komen een aantal senior designers van Philips Design. Die komen dan praten over hun over hun designs, over hun ontwerpen, over de achtergrond ervan. Dus iedereen is van harte uitgenodigd om dan te komen. Ah, leuk. En jij bent conservator van deze expositie. Is dit je eerste bij het Philips Museum? Nee. Ik heb hiervoor nog een expositie georganiseerd over 75 jaar Shavers. Mm-hmm. Dus dit is eigenlijk de tweede in de rij. Ja, wat was het leukste van het samenstellen van deze? Ik vond het ontzettend leuk om me te verdiepen in design. Ik had altijd al veel belangstelling voor design. Ik heb 25 jaar geleden heb ik onder andere samengewerkt met twee designers die heel erg erin zaten. Maar onder andere ook die visionaire producten van 1995, die zijn zeer interessant. En die vond ik heel boeiend om die te achterhalen. Wat zijn dat dan? Nou, als je bedenkt dat er al 20 jaar geleden bij Philips mensen bezig waren met het bedenken van iets wat wij nu allemaal in onze smartphone hebben. Ah ja. Hè? En om een ander voorbeeld te noemen, een virtuele bril met een pingpongbedje. Waarbij je dus virtueel kon pingpongen. Ja. Dus dat moet je met grote fantasie kunnen denken vanuit behoeftes. Ja. Die nog niet gematerialiseerd zijn. Wat komt hierna, na 17 april? 125 jaar Philips, hè? In mei. Dus het weekend van 14 en 15 mei, Pinksterweekend, vooral vrijhouden en naar het Philips Museum komen. Kan je iets verklappen van wat een hoogtepunt daarin gaat worden? Daar zijn we nog mee bezig. Dat komt later. Druk in de voorbereiding? In het museum zijn we druk bezig met voorbereidingen. Ja. Nou, we houden het in de gaten. Er komt in ieder geval iets heel nieuws. Dus het wordt heel erg spannend en mooi. En kijken. Leuk, dankjewel voor dit gesprek. Okay, Sergio Derks, succes. We gaan naar het eerste nummer van onze eigen spamband. Normaal gesproken begeleiden ze een muzikale gast. Maar dit keer zetten we hun zelf centraal. De spamband. Don't you feel good?
En ik ga ook met ze praten aan tafel. Zij spelen vandaag een eerbetoon aan overleden muzikanten van het afgelopen jaar. En dit was Desperado van de Eagles. Voor de negende keer wordt deze maand het Storioni-festival gehouden. En meestal praat ik met de heren van het Storioni-trio, maar die zijn op dit moment in concert. En daarom heb ik aan tafel een prominent muzikus die optreedt op het Storioni-festival. En dat is Dominique Vleeshouwers. Hartstikke fijn dat je de honneurs komt waarnemen. Jij bent percussionist, winnaar van het trompetconcours, dus niet de geringste. Wat is jouw aandeel dit jaar in het festival? Ik begin vanmiddag, speel ik een stuk van Dave Merrick met piano, pianoslagwerk. Een heel uitdagend stuk eigenlijk. Klinkt alsof het moeilijk is. Ja, het was even... Het punt was, de opname die we gehoord hebben, dat is geschreven in 2003 voor Colin Curry. En toen ik de opname hoorde, dacht ik van, nou, dat gaat wel lukken. Het komt goed. Ik zei tegen Bart van dat stuk kunnen programmeren. Toen kreeg ik de partituur thuis en toen dacht ik van, oh mijn god. Wat was het verschil dan? Hoe kan het zo verschil zijn tussen wat je hoort en wat je ziet? Ja, het is een heel minimalistische muziek. Het is een beetje zeg maar in de sfeer van Steve Reich en Philip Glass. Maar hoe het geschreven is technisch echt ontzettend moeilijk. En ook voor de piano is het ook echt ontzettend lastig. En eigenlijk op de opname hoor je niet dat het allemaal interlocking is. Dus helemaal de hele tijd na elkaar en dan weer samen, dan weer niet samen. En dan weer verschuift het weer. Dus het is super uitdagend. En ze hadden 2 uurtjes gepland met de pianist. Maar vanmorgen waren we hier allebei om 9 uur. We hadden ook allebei concert gisteravond. Dus met slapende ogen hebben we nog even het stuk aangepakt. Maar wow, we zijn er klaar voor. En 2 uur is genoeg om zoiets in de vingers te krijgen? Nee, we hebben er een paar uurtjes aangeplakt. Hè, ah, jeetje. Ja, waanzinnige dagen voor jou, begreep ik. 9 concerten in 2 weken. En dan nog dit soort uitdagingen erin. Ja, precies. Wauw, heftig. Heftige weken. Ja, het past al bij het thema ook eigenlijk, dat stuk. Dat dromen en demonen. Ja, want het thema van het Storioni-festival dit jaar is dromen en demonen. Naar aanleiding van hoeveel jaar Jeroen Bosch, de Tuin der Lussen, zien we hierachter. Hier is het op geïnspireerd, de programmering van het festival. Op wat voor manier? Ja, ze hebben eigenlijk alle muziek die geprogrammeerd is, heeft iets te maken met dat thema droom of demon. Dus voor mij was dit stuk, zei ik ook tegen Bart, van in zin van demon, omdat het dus ons wel ontzettend lastig is. En zo'n ontzettende uitdaging. Maar ook Aart Strootman, en die hebben dus instrumenten van het schilderij ook gemaakt.
gemaakt. Ah ja, ik weet niet of we kunnen zien. Er staan twee instrumenten op en die zijn in het echt gebouwd. Ja. Op ongeveer die grootte. Waanzinnig groot voor zo'n soort instrument. Ja, ja, het zijn echt twee helden voor mij. Dat ze even een instrumentje bouwen naast. Want ik speel vaak met de aard samen ook. Ja. En die jongen is ook ontzettend druk. En dan gaat hij nog even een luidharp bouwen. En klinkt die? Ik heb het nog niet gehoord. Ah, nee. Maar dat is de bedoeling, dat hij ook goed gaat klinken. Ja, ja, ik denk het wel. Ja. Maar hem kennende, hij heeft echt ontzettend goede oren. Dus ik gok wel dat hij het... Ja, en ze gaan die partituur die daarop geschilderd is spelen, begreep ik. Ja, ja, Aart heeft stukken geschreven. Aart is ook componist. Hey. Hey, ja, dat is die niet-Philips microfoon. Ja. Oké. Okay. Nou, kijk. Ja, ga je zo, anders mag techniek hem komen wisselen voor een andere. Wow. Dan kunnen ze wel leren. Bereid je maar vast voor. Als je op zijn knieën aan tafel zit, dan past je. Beetje dromen en demonen. Yes, precies. Ja. Nee, ja, ze hebben inderdaad stukken gecomponeerd op basis van de beelden ook. En wat ik gelezen heb van Aart, ik heb hem nog niet gezien deze week. Maar is dat hij eigenlijk ook zelf is gaan zoeken naar wat is mijn droom, een demonen. En we hebben daar ook eigenlijk wel een keertje over gesproken. Eigenlijk, van gitaristen en slagwerkers hebben toch wel wat dingen gemeen. Wat hij ook schrijft, van dat gitaristen heel veel pedaaltjes hebben. En hij heeft echt 25 gitaren of zo. En, dus dat is voor ons een tijd van zoektocht naar net dat ene schroefje of net dat ene dingetje. Ja, ja, ja. Hey, en in de programmering nu van deze weken, wat vind jij eruit springen? Ik vind het een heel divers en een heel gewaagde programmering. En ik moet ook zeggen dat ik de productieteam echt... top vindt met z'n tweeën. Echt bijzonder goed. En ik zag het eigenlijk pas net in de programmering. Volgens mij, nou, zo ga ik het ook uit mijn hoofd zeggen, donderdag volgens mij, is een programma met Arvo Pärt. Ik ben echt fan van Arvo Pärt, Fratris. En een nieuwe wereldcompositie. Ik vind dat lijkt me een heel mooi programma om te horen. Ik ben ook wel fan van nieuwe stukken. Mm-hmm. Maar ook L'Histoire du Soldat is natuurlijk een te gek stuk. Zitten er genoeg spannende nieuwe dingen in? Of is het toch nog wat overwegend klassiek festival? Nee, het is juist het hele diverse is juist mode van, vind ik. Dat je dus nieuwe werken hebt, maar ook eigenlijk de klassiekere dingen... die toch allemaal aan het thema gelieerd zijn. Ik begreep vorig jaar van de jongens van Storioni... dat het ook dat het weken zijn van ontmoetingen. Dat er muzikanten en vrienden komen die meespelen... en niet eens voor topbedragen, daarom kan het ook. Omdat het zo leuk is om elkaar te ontmoeten en samen te spelen. Geldt dat voor jou ook? Ja, zeker. Ik speel nu met Alia samen, een pianiste. Want het was eigenlijk een Spaanse pianiste, maar die kon helaas niet. Die had weer een ander concert ergens op de wereld. En ik heb haar eigenlijk woensdag ontmoet en dan... speel je nu een concert samen. Ja. Dat is eigenlijk heel leuk. Hele leuke. Ik heb hier zo'n wondje nu. En dat was tijdens de repetitie. En toen ging zij mijn wondje verzorgen. Dat vond ik wel heel lief. Dat schept een band. Ja. Dat ga je voelen in het concert. Ja, maar het is zo leuk. Juist op zo'n festival is het heel los. En dan gebeurt dat gewoon. Ja, en is het ook leuk om anderen te zien... en na afloop wat te drinken en uit te wisselen. Is het ook een feest voor jullie? Ja, vooral na de concert is het altijd wel even leuk... om even een biertje met z'n allen te doen. Maar verder is ook wel iedereen echt heel druk bezig om al die noten erin te hebben en zo goed mogelijk een concert te spelen. Zit je in de Storioni-nacht? Nee. Het punt is, ik heb dus, het was een beetje een drukke week. Want ik zou eigenlijk nu vanuit Tromp Eindhoven, zou ik eigenlijk naar Boston gaan, naar Amerika. Maar dat heb ik afgezegd omdat ik toch hier wilde zijn om die concert te spelen. En ook bij het Nederlands Blaasensemble was ik gevraagd. Dus was een beetje soort van iedereen tevreden houden en dan toch overal proberen te zijn. Ja. We gaan even kijken naar een filmpje over jou. Van het Tromp-concours. Ja. 2014, alle drie de prijzen, pers, jury en publiek. Ja. Hoe belangrijk is dat? Enorm. Vanaf toen is het echt een soort achtbaan geworden. Het is echt heel snel gegaan. Komt er dan op je af? Ja, Tromp is dat beseffen misschien in Eindhoven niet. Maar als ik in Amerika ben of in Japan en ik zeg... ze kennen je al in de slagwerkwereld. Want het is eigenlijk...
een van de... Je hebt ARD in Duitsland en Tromp. En dat zijn eigenlijk de twee grootste internationale concoursen. En als ik zeg Tromp, dan kennen ze ook gelijk Eindhoven. Dus Eindhoven wordt ook echt bekend. Dat is ook wat meneer Tromp ook wilde. Mm-hmm. Dat die Eindhoven op de kaart zou zetten door zijn festival. En dat is eigenlijk wel gelukt. Dus ook echt te gek dat Tromp door de stad daarin gesteund wordt. Want dat is een enorme promotie daarvoor. En het wordt een soort van slagwerkcentrum in onze wereld. Maar... Ja, vanaf toen, eigenlijk iedereen in de slagwerkwereld kent je opeens. En ik speel nou met de meest vooraanstaande muzici samen, ook in de slagwerkwereld, maar over het algemeen ook. En in maart ga ik voor Tromp op tournee naar Tokio en Shanghai en Moskou. Wat ga je daar spelen? Solo recitals en gaan we lesgeven. Maar ook speel ik met een Emmanuel Séjourné, een hele bekende marimba-speler. Gaan we dan samen spelen. Dus het is allemaal heel spannend. Je bent ontzettend veelzijdig, hè? Je geeft les, je bent maker, je bent producent. Je probeert mensen te combineren vanuit creativiteit en samen dingen te laten doen. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan, die breedte? Ja, ik heb daar heel lang over nagedacht. En ook wat ik dan vaak doe, als ik het even niet meer weet... van of je slagwerker bent of maker... wat voor mij echt twee toch wel andere dingen zijn. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wil ik het publiek bereiken met een thema... Of iets wat ik wil vertellen. Of je wil ze meenemen in een emotie. En dan ga je toch verder denken dan alleen maar... hoe je op een trommel speelt of hoe je op een marimba speelt. Mm-hmm. Je leert, ik heb in Amsterdam gestudeerd 6 jaar... en dan leer je echt een ambacht. Mm-hmm. Echt op een verschrikkelijk hoge kwaliteit geven ze daar les. Maar hoe je een publiek bereikt en hoe je een spanningsboog maakt... of hoe je net die ene emotie bij een publiek brengt... is toch weer een andere kwaliteit. Ja, ik heb wat gekeken op je website en daar zie je ook een filmpje... een voorstelling die je hebt gemaakt over kindsoldaten. Is dat in jouw afstuderen? Ja, dat was mijn bachelor afstuderen project. Ja. Ah ja, en daarin ben je een halve acteur. Daarin wordt er ook echt vormgegeven, dus geregisseerd... en je acteert daar met jouw mede-percussionisten. Waar komt die liefde, die theatrale... kant vandaan? Ja, toch gewoon uit natuurlijk iets. Ik ben eigenlijk vanaf het begin op het conservatorium al ensembles gaan vormen. En Kindsoldaten was het eerste grote project waar we met film, muziek, beeldende kunst, met Warchild samengewerkt. Want een promotiestunt op de Dam hadden we allemaal van die poppen, Kindsoldaten-pop op de Dam gezet. Dus het was en dat bleek eigenlijk heel erg ook inspirerend voor mezelf te zijn. Mm-hmm. Zat daar een vraag onder vanuit de opleiding om zo'n soort voorstelling te maken? Om op een andere manier met je vak om te gaan? Of is dat iets wat uit jou gekomen is? Nee, ze vonden het echt, in de eerste instantie vonden ze het echt verschrikkelijk. Want er zijn er iets van 100 examens of zo op in zo'n jaar. En ik zei, ik heb 3 dagen de zaal nodig. En dat mocht helemaal niet. Maar dan hebben we dat toch maar gedaan en hebben we dat gewoon zelf geboekt. En toen heb ik mijn examen expres heel vroeg gedaan. En naarmate het vorderde kregen we steeds meer steun en heeft de school geholpen. En we hebben met de directeur van de theaterschool gezeten en dan met die. En ons netwerk werd in één keer ook veel groter. En daar zijn wij in doorgegaan om die creatieve mensen. Dus we kwamen erachter dat het heel moeilijk was om als muzikant een acteur te vinden of als muzikant een designer te vinden. Mm-hmm. Dus daar zijn we nu in. Het zijn netwerken die elkaar niet zo raken? Nee, het is heel gek dat in die creatieve industrie zijn toch veel mensen zo specialistisch bezig dat ze ook een soort van duidelijke richting in een netwerk hebben. Maar je hebt elkaar toch nodig, want een muzikant moet toch een goede website hebben en moet toch een leuk visitekaartje hebben. En daar heb je toch een designer voor nodig dan, of een fotograaf. Ja, en wat heb jij daar nu op verzonnen? Ja, we hebben nu met een jonge start-up zijn wij begonnen. Dat is eigenlijk vanaf mijn afstuderen. Daar zijn we 2,5 jaar mee bezig. Het is nu online. Het heet Boeken Creative. En daar zijn eigenlijk allemaal voornamelijk jonge, creatieve mensen op te vinden. Met het idee dat zij elkaar kunnen vinden. Maar ook dat, stel je hebt bijvoorbeeld een trouwfeest... en je denkt, ik wil een jazzbandje hebben... en ik wil iemand die mijn uitnodiging maakt en ik wil een fotograaf. Mm-hmm. Dan ga je gewoon naar boekencreative.com... en dan kies je iemand uit van de 20 fotografen die erop staan. Ja. En dan druk je op boek en dan wordt het gewoon geregeld. Ja, wauw, samen sterk. Deze week zijn er wat artikelen verschenen... ook weer over mensen in de kunst en de bezuinigingen... en de ZZP-constructies en zo. Hoe is het voor jou? Want ik heb daaruit begrepen dat mensen aan de top goed kunnen leven van hun vak. En alles wat daaronder zit, dat het ongelooflijk moeilijk is tot zeer armoedig. Waar zit jij daarin?
Ja, ik merk wel om me heen dat veel mensen het er lastig mee hebben. Maar door zo'n trompen is het wel... Ben je dan veilig? Kan je dan doen wat je wil en daar normaal dus, van leven? Ik heb zoiets, ik ben echt een doorzetter. En als op een gegeven moment iemand, als er een dipje komt of iets, dan ga ik toch door. En ik denk wel dat je dat nodig hebt nu in deze tijd om... Het is aan de ene kant kwaliteit, dus dat heb je soort van bewezen door zo'n competitie te mogen winnen. Maar aan de andere kant is het ook echt een enorme doorzetten en niet toegeven aan bepaalde dingen. Ja. Wat zijn jouw grootste toekomstdromen? Dat is een goede vraag. Ik heb één soort missie voor mezelf gezet. En dat is dat ik als slagwerker alle trommels wil kunnen bespelen in de wereld. En dat vind ik een mooie missie, want het gaat me nooit lukken. Er zijn er zoveel. En voor de rest wil ik echt een hele mooie programma's en mooie concerten maken zelf en spelen. Ja, alle trommels, hoeveel zijn er? Ja, kijk, je moet je voorstellen dat voor een Portugal... Nu sprak ik een Portugees vorig weekend. Die zei dan, ja, in mijn dorp hebben ze zo'n trommeltje. Dat is zo'n vierkant trommeltje en die is zo groot. En dat speel je zo en dacht van, hoe heet dat dan? Ja, ik weet de naam nu al niet meer. Maar dat heb je dus in Portugal heb je dan weer zo'n dorpje dat weer zo'n trommeltje heeft. Dus waarschijnlijk ken ik 90% Waanzin. Van die dingen niet. Ja, en hebben die allemaal dan toch net weer een andere techniek? Dat moet je iedere keer weer... Ik heb nu een van de laatste trommels was een Iranese trommel, de tombak. En het was wel leuk, want je hebt normaal als je dan een Turkse of een... ik heb van een Iraakse, zeg je dat zo? Iraakse leraar en een... Irakese docent en een Turkse docent les gehad. En dan ga je zitten en dan speelt hij wat voor en dan speel jij het na. En dat is de manier van leren, dus auditief leren. Hier in het Westen zijn we heel erg van, je hebt een boekje en je gaat beginnen. En er worden ook wat dingen voorgedaan, maar het is heel erg vanuit schrift. Mm-hmm. En toen kreeg ik les op die tombak van die man uit Iran. En dus ik dacht van, nou, dan gaan we weer. Ik had mijn video meegenomen. Maar hij zei van, hier is je boekje en succes. Dus het is heel erg leuk om een cultuur te leren kennen door die trommels. Ja, wat een mooie reis om de wereld. Ja, zeker. Ja. En als docent, hoe ga je daarin te werk? Ja, ik geef nu les op het conservatorium in Detmold in Duitsland. Daar moet ik morgen weer naartoe. Auditief, op schrift? Allebei. Ja. Afgestemd op de leerling? Ja. Het conservatoriumonderwijs is heel erg persoonlijk. En ook meer op de persoon dan op de ambacht nog. Ja. Gaat het lukken dadelijk? Ja, we gaan het... Heb je nog een nieuwe verpleging nodig? Ik weet niet of iemand in de zaal is. Er zat wondenlijm. Oké, dus dat zie je niet, maar dat is goed. Iets van Russische pianisten. Het is gelijmd. Goed. Oh ja, nee, ziet er helemaal zeven uit. Gaat helemaal lukken. Ja. Fijn. Dankjewel dat je ondanks alle drukte toch hier was. Geniet van het feest. Goed aan de Storioni jongens. En hartstikke bedankt. Dominique Vleeshouwer. Dankjewel. Sinds het voorjaar 2011 hebben ze hier als huisband en ze begeleiden de meest uiteenlopende muzikale talenten. Vandaag geven ze het podium zelf en nog erger voor hun echt een nachtmerrie. Ze komen hier aan tafel voor een gesprek. Mag ik een applaus voor de Spamband? Frank Strookap, Matthijs van der Ben en John Mazakkers. Ja, wie gaat waar? Deze twee heren die hebben aangekondigd dat Matthijs alle vragen gaat beantwoorden. Welkom. En Matthijs heeft dat vervolgens geweigerd. Dus we gaan kijken hoe dat uitpakt. Ik zeg niks. Je zegt niks. Goed, achterover hangen. Hey, super. Altijd een beetje daar op de achtergrond, maar zeer goed hoorbaar aanwezig. En ik weet dat de muzikale gasten die met jullie spelen altijd enorm blij zijn. Dat ze zich ontzettend goed ondersteund voelen. Ja, en met heel veel plezier hier spelen. Wat is jullie geheim? We zijn goed. We zijn goed. Hoe goed zijn jullie? En bescheiden. Jullie? En bescheiden. Jullie zijn sinds 2011 in deze bezetting bij elkaar? Jij bent er als laatste bijgekomen. Aha. Wat maakt jullie goed? Goed is een breed begrip. En dat zullen wij zelf ook nooit zeggen, denk ik. Frank bedoelt het ook als grapje. Ja, schat ik maar het wordt wel gezegd. Dus blijkbaar hebben jullie kwaliteit. Het is teamsport. Dus het valt en staat bij luisteren. Hè, zoals een voetballer het hele veld moet overzien. Zo moeten wij alles om ons heen horen en...
Ja, ja, als muzikale leider heb je daar een paar extra taken nog bij met aankondigen, tijdbewaking, afspelen. Heeft ook helemaal niets met muziek te maken. Helemaal niks mee te maken. Jullie zijn verder geen band in het echte leven. Gezamenlijk. Dat is alleen voor hier. Ja. Ja. En hoe functioneert dat? Wat doen jullie verder? Wat doe jij verder, John? Ja, ik drum natuurlijk. Ik geef les. Ik heb mijn eigen studio. En ik neem ook veel dingen op voor reclamecommercials en singer-songwriters en zo. Dus, maar we hadden het net over die muzikanten die we moeten begeleiden. En ja, dat is zo heerlijk om te doen. Dus dat is altijd een warm bedje vind ik. Dat is steeds weer totaal anders wat je voor je neus krijgt. En jullie repeteren dan last minute hier op zondagochtend? Ja, we bereiden wel wat voor. Maar het is zo'n... je wordt zo terug naar afgegooid. Je moet gewoon echt weer met mensen die je niet kent, die ga je begeleiden. En dat betekent dus echt dat je weer naar elkaar moet gaan luisteren. Zo is muziek bedoeld. Dat je, wij komen allemaal van een planeet van bandjes. Dat we allemaal in bandjes spelen. Dat zijn vaak bezettingen waar je al jaren mee speelt. En dat wordt dan zo'n automatische piloot. Dat heeft ook zijn voordelen. Want dan kan je wat meer doen aan entertainment, aan presentatie, andere gekke dingen. Maar op dit moment dat we hier zijn, dan gaan we weer echt terug naar die basis, naar muziek maken. Dat is zo lekker. Ja, ja, ja. En zit er ook wel eens hele moeilijke bij? Ja, die zitten er wel eens bij. Ja? Dan moeten we echt ons huiswerk goed voorbereiden. En waarom zit hem dat dan in? Moeilijk, makkelijk, het gaat lekker of minder lekker? Het kan een ingewikkeld stuk zijn, maar het kan ook op het eerste oor niet zo ingewikkeld, maar dat het onlogisch voor ons in elkaar zit. Aha. En dan moet je hier nog op de vloer veel puzzelen met elkaar. Ja. Dat gebeurt wel eens. Ja. Lenny zit hier helemaal mee te leven, want die heeft een aantal keren met ze geveild. Lenny Koer, ja? Lekker gespeeld met ze? Ja, heel erg leuk. Heel erg leuk. Fijn om van tevoren goed te repeteren. Dat is ook heel belangrijk is. Belangrijk om goed te repeteren, zegt ze. Ja. Ja. Is dat genoeg, dat uurtje hier in die chaos? Nee. Eigenlijk is het te weinig, maar ja. Ja, Lenny is heerlijk om mee te spelen. Dus dan gebeurt er wel iets wat op een gegeven moment toch dit gaat doen. Dat samenkomt. En dus ja, ondanks dat je dan misschien een paar dingetjes fout doet, maar het is wel samenspelen dan. Ja. Dus dat houd je wel scherp eigenlijk. Ja. Hey, en die vraag van overleef je tegenwoordig in de kunst met je vak? Wat doe jij er verder naast, Matthijs? Ik heb ook een studio. Mm-hmm. Ik produceer en ik neem op. En ik schrijf wat, en ik arrangeer veel. En dat bleek de lading niet helemaal te dekken. Want we hebben met z'n allen de muziekindustrie een beetje kapot gemaakt. Hè, met het download-imperium. Mm-hmm. Dus daar valt weinig brood mee in te verdienen. En live muziek maken, ja, dat hangt er vanaf. In welke samenstelling, welke vorm dat je dat doet. Mm-hmm. Ik heb nu weer iets gevonden waardoor het weer werkbaar lijkt. Ja, wat doe je? Nou, ik heb altijd in bandjes gespeeld, omdat ik dat heel fijn vond. En nog steeds. Maar ik ben sinds een jaar ben ik heel veel solo aan het doen. Ik heb dan een vleugeltje wat ik meeneem. Aha. En ik speel dan avondvullend, entertainend voor whatever soort publiek. Ja, feesten. En omdat ik alleen ben, heb ik een ander budget dan een hele band van 5 man. Plus techniek, plus geluid, plus licht, plus alles erop en eraan. Dus dat is commercieel gezien is dat veel verkoopbaarder. Ja. Ik was een beetje bang dat ik daar een beetje eenzaam van zou worden, maar dat is niet zo. Nee. Leuke mensen om je heen daar op de vloer. Ik heb ik zoek ook altijd die interactie met, ik weet niet of het hier te merken is, met mensen. Helemaal niet. Helemaal niet. Ja, ik doe dat graag. Ja, ja, ja. Ja, mooi. En jij, Frank? Spelen. Alleen spelen? Maar spelen. Even dichter in de microfoon. Alleen maar spelen. Wat speel je? Basgitaar. Maar ik bedoel, in wat voor combinaties? Maakt niet uit met wat voor bandjes. Ah, ja. Maar ook veel freelance dingen, last minute dingetjes. Ja, en lukt het jou om ervan rond te komen? Ja. Oh, fijn. Ja. En seks en drugs en rock'n'roll. Ik zie jullie hier altijd helemaal afgepeigerd aankomen op zondagochtend. Alsof jullie geen ogen dicht gedaan hebben. Hoe erg is het nou in het echt? Ja, nou, we maken vreemde uren. Maar dat zullen mensen uit de horeca ook doen. Ik bedoel, dat hoort nou eenmaal bij je baan. Dus ik was bijvoorbeeld vannacht om 4 uur thuis. Ja. Nou ja, eer dat je dan in bed ligt. Dan sta je om 10 uur weer hier te bouwen. Ja, nou ja, dat hoort erbij. Maar dat seks, drugs en rock'n'roll. Ik heb dat nooit zo gedaan. Ik weet het van die andere jongens niet, want daar ben ik nooit bij. Maar
Ik probeer dat altijd een nou, beetje... Nou, Frank ziet er wel heel erg uit hier. Zegt niet veel, maar intussen... Als whisky drugs is, dan... En dan is Frank seks. Nee, maar dat werkt ook niet als je serieus je beroep uit wil. Ik bedoel, je kan als taxichauffeur kun je toch ook niet gaan drinken of... allemaal die andere rare dingetjes gaan doen. Nou, dan kan je weer, nee, maar muzikanten zijn, maar ze hadden natuurlijk die aan de... Ja, maar je ziet dus ook dat ze dan door de mand vallen. Ja. En dan zijn er een paar die overeind blijven, maar ook... ik zag van de week een heel mooi schrijnend dingetje over Joe Walsh, een van de Eagles. Die natuurlijk super groot is en een geweldige muzikant, maar die heel klein werd door te vertellen dat hij door zijn vriendjes van de Eagles is geholpen om van zijn verslaving af te komen. En dan blijken het toch gewoon allemaal maar poppetjes te zijn. Mm-hmm. Allemaal maar mensen. Ja, ja. Ja. Die het daar niet meer redden. Van waar jullie keuze voor dit eerbetoon aan overleden muzikanten? Ja. ik belde Frank. Ik zei, Frank, we zijn de muzikale gast. Dat zijn we zelf. En ik hoorde een dodelijke stilte aan de andere kant. Van, ja, en nu? De toon was gezet. Ik zeg, joh, ja, ik weet niet anders dan dat we gewoon covers gaan spelen. Want we hebben eigenlijk niet echt zoveel eigen werk wat we zo kunnen doen. En toen zei Frank van, nou... Als je dan eens liedjes doet van bijvoorbeeld van de Scene, T. Lau, die is, dat noemde jij volgens mij, hè? En toen gingen we even bomen. Ja, inderdaad, eerbetoon aan helden die ons ontvallen zijn het afgelopen jaar. En ja, zijn er helaas, ze vallen bij bosjes op het moment, lijkt het wel. En, maar dat zijn wel mensen die ons geïnspireerd hebben om dit te doen. Ja, daaraan hebben we wel een heel mooi nummer te danken wat jullie nu gaan spelen. Let's Dance van Bowie. De Spam Band. Frank Strookap, John Maasakkers en Matthijs van der Ven. Ook de creators van onze fantastische vette tune overigens. Dat is eigen werken, Matthijs. Ja. Ja. Rob had een andere, ook een hele vette. Ik heb een nieuwe gekregen, vond ik heel erg leuk. Met Frank samen trouwens. Aha. Shoes and dance the blues to the song they're playing on the radio. While color lights up your face, sway through the crowd to an empty space. Say run, I'll run with you. And if you say hi, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble. Should fall. For fear tonight is all. You could look into my eyes. Because
Beter dan echt. Wauw. Jongens, ik ben blij met jullie. Echt waar. Hartstikke fijn. We gaan nu in een overval naar Nienke Esther Grote, de stadsdichter van Eindhoven, die hier haar eigen Nico Dijkshoorn heeft geschreven. Oftewel met klamme handjes daar de laatste woorden zit toe te voegen aan een ter plekke geschreven gedicht. Nienke. Wij Eindhoven. Wij Eindhoven geloven in een visie. Als iemand echt een goed idee heeft, zegt er iemand, gaan we doen. Marketing nam hier een aanloop onder leiding van Louis Kalf. Hij stofte de reclame af en maakte sterren, golven en licht. Licht en geluid. Een beeld dat iedereen begreep. Meteen. En later zorgde hij nog dat we terug naar boven konden kijken. De sterrenwacht. Daarna daalde een UFO neer. Het Evoluon. En als we nu door aliens worden onderzocht, worden we gerustgesteld in de MRI. En zo worden onze gedachten duidelijk zichtbaar. Alle dromen. Alle demonen. De fantastische mafkees die de luidharp uit de verf tilt, omdat hij dat wil. En de percussionist die de trommels der wereld opzoekt. Kwaliteit komt altijd bovendrijven. Zeg Trump in Amerika, zegt Amerika Eindhoven. Dat swingt, dat verbindt. Dominique brengt de eilandjes samen. Hij probeert ieder ritme. Dat slaat als een hart. En hard gaat de spamband. Wij Eindhoven, wij geloven dat. Dank u wel. Dit was hem. Met dank aan de sponsors, de mooimakersredactie en natuurlijk de gasten. Volgende week zijn we er weer en dan praat ik met raadslid Talent van het Jaar, Panzo Baminga, en met Lenny Koer die haar eerste boek uitbracht, Gekust door de Eeuwigheid. Er zijn meer gedichten van Nienke Esther Grote en meer muziek van de Spamband. Tot dan. Spam is a pre-cooked meat product with only the best hand-picked ingredients of the area. It's greasy, it's salty, it's tasty, it's Spam.